Het Openbaar Ministerie laat naar aanleiding van recente uitlatingen in verband met een op dit moment lopend strafrechtelijk onderzoek weten dat alle onderzoeken verricht worden op grond van zijn grondwettelijke taken. Hierin bestaat er geen ruimte voor de inzet van politieke instrumenten. Zo merkt ze op dat in deze zaak het justitieel interventieteam JIT niet belast is met het onderzoek. Het Openbaar Ministerie benadrukt ten overvloede dat alle onderzoeken objectief en onpartijdig worden verricht zonder aanzien des persoon. Maatschappelijke medewerkers van het ministerie van Justitie en Politie zijn van 30 november tot en met 2 december getraind in moderne methodiek en rapportagetechnieken. De aanzet voor de training is gegeven door de Vereniging van Sociaalwerkers in Suriname en is verzorgd door de afdeling Vorming en Opleiding van het ministerie. Het is de bedoeling dat in deze precaire situatie de capaciteit van maatschappelijk werkers wordt vergroot. Het ministerie van Onderwijs is afgelopen woensdag gestart met een project om het Education Management Information System, EMIS, te verbeteren zodat data die voor het gehele Surinaamse onderwijs belangrijk zijn, gestructureerd zullen worden vastgelegd en voor iedere stakeholder toegankelijk zijn. Uit het EMIS-systeem zal bijvoorbeeld kunnen worden gehaald de kenmerken van de scholen, de docenten, hun expertise, hun leerlingen en de cijfers en diploma's die zij behalen. Dit EMIS-systeem gaat helpen om attentiepunten binnen het onderwijs snel te identificeren en daarop gericht actie te ondernemen.